we vinden ons eigenlijk in Niel, in de provincie Antwerpen. Een domein met heel veel visvijvers hier. En ik ben hier eigenlijk opgegroeid. Ik ben eigenlijk ook afkomstig van Niel. Ik woon nu wel in Hemiksem, 5 minuutjes van hier. Maar ik ben eigenlijk hier volledig opgegroeid op al die vijvers hier. Ik heb hier eigenlijk mijn eerste lijntje uitgegooid, om het zo te zeggen. Oké, te zien dat je de microben te pakken hebt gekregen. Ja, klopt. Ja. En is dat door specifiek iemand? Door een papa of een broer? Ja, of? Inderdaad, dat is door mijn papa. Mijn papa die viste altijd al hier op de Eskimo daar, op de Brassenvijver eigenlijk. Mm-hmm. En zo eigenlijk gewoon van kinds af meegekregen. Bij mij was het wel een beetje vissen en voetbal, de combinatie. Dus ik kon nog niet zoveel vissen dan ik wou, om het zo te zeggen. Maar het is echt door mijn vader dat ik dan begin te vissen. Nou, heeft dat goed gedaan. Super. Ja, heel goed gedaan. Zeg ze. Zolang nu ben ik ook vrij gekend voor de YouTube-filmpjes van Matrix. Op welke wijze bent u daar precies actief? Ik ben eigenlijk Matrix consultant. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat ik volledig gesponsord ben door Matrix. Mm-hmm. En natuurlijk al hun materiaal ter beschikking heb. En voor aan het water te kunnen mee gaan vissen. Maar natuurlijk ook wordt er verwacht dat we filmpjes maken met Matrix natuurlijk. Om bepaalde materialen te promoten, om tips te geven aan de mensen. Basic video's te maken, soms wat dieper erin natuurlijk. Dat is ook altijd leuk. Met een iets meer wedstrijdvisser, om het zo te zeggen. En dat is eigenlijk 4 jaar geleden dat ik daar ben terechtgekomen bij Matrix. En nog altijd super content ben met het materiaal dat ik ter beschikking heb. En ik vind het ook super tof om die video's te maken. En ik hoop natuurlijk dat de mensen er ook iets mee zijn, hè, natuurlijk. Je bent super gespaneerd door de mannen van Matrix. Ik heb het daar gezien. Ben ik 200% van overtuigd. Ja. Super, super. Ja. Zeg maar, Glenn, we zijn vandaag eigenlijk hier samengekomen aan het water om te luisteren naar 3 gouden tips. 3 gouden tips waarover weer? De 3 gouden tips over natuurlijk het commercial vissen, het scherper vissen met de vaste hengel. Mm-hmm. Omdat ik toch denk dat dat een van mijn specialiteiten momenteel is. En waar ik mij de laatste jaren echt wel op gefocust heb. Dat is mijn passie geworden uiteindelijk. Dus. Wel, ik ben ervan overtuigd dat we veel nuttige dingen gaan leren. Voor het doelgericht voederen bedoel ik vooral de precisie van het voer in het water leggen en waar dat je exact gaat vissen natuurlijk. En voor mijn visserij is het onmisbaar om het gebruik van kupjes die je op je hengel kan plaatsen, zoals je hier kan zien. Ik heb hier 3 verschillende maten. Dat is natuurlijk nuttig omdat je met het kleinste heel weinig kan geven en met het grootste veel meer. We zien hier ook een hele grote kup die je met de kupset apart kan voederen. Wat is nu voor mij het moeilijkste op zich, dat is de hoeveelheid van het voeren. En dat is iets dat je niet elke dag kan zeggen en zeggen van nu moet je veel voeren, nu moet je weinig voeren. Maar ik kan dat soms wel aanvoelen. Ik probeer altijd te starten met heel weinig te geven, te kijken welke reactie ik krijg. En natuurlijk ook de mensen rondom mij, die voeren ook. Dus ik kan daar ook zien van oké, voeren zijn veel, voeren zijn weinig. En aan de hand daarvan kan ik al beslissen van oké, ik ga een beetje meer geven. Wat natuurlijk wel heel belangrijk is dat er ook een manier is om te voeren met de kupjes. Je kan de kup gewoon vullen met de pellets en bijvoorbeeld van 20-30 centimeter zo laten vallen op het water. Dan ga je geluid creëren. Geluid is natuurlijk iets heel interessant voor een kerper. Die hoort iets vallen, die voelt iets, die gaat rennen en je gaat die zo naar je stek krijgen. Anderzijds, de vijvers hier in België zitten soms vol vis en soms komt er zoveel vis op je plaats en je blijft maar voeren, maar er komt eigenlijk zoveel vis dat je ze niet meer kan vangen, maar alleen lijnzwemmers krijgt. En dan is het soms beter om te gaan zoeken van oké, ik ga een beetje minder voeren. Dus noods ook rondom die plek. Ik kan ervoor zorgen dat een van die grote vissen naar jouw plekje kan komen. Maar wat ook heel interessant kan zijn is de pellets eigenlijk aandrukken in je kup, dat ze een beetje vaster zitten. En ze eigenlijk in het water laten kupen. En dan een kleine slag op je hengel geven, waardoor ze er ook uit gaan. Maar dan gaan ze veel groepeerder naar beneden. En waardoor je eigenlijk nog preciezer op je stek gaat kunnen vissen. En dat ga je sowieso extra kerpers opleveren. Zo Glenn, we zijn intussen al aangekomen aan je 2e gouden tip. En die heeft eigenlijk betrekking op het actief vissen.
Wat bedoel je daar precies mee? Oh, met het actief vissen bedoel ik vooral ja, dat de kerpervisserij is toch wel totaal anders dan de brasemvisserij. Voor mij, omdat bij het kerpervissen, de kerper zwemt veel meer rond dan een brasem. En voor mij is dat actief vissen vooral variëren. En variëren bedoel ik dan vooral ja, variëren in aas dat je voert, variëren in je haakaas, variëren in je stekken waar dat je gaat vissen. Omdat we toch zien, als we op een kerper een hele dag hetzelfde doen, dan gaat dat niet veel vangen. En daarmee bedoel ik van, probeer eens met pellets, probeer eens met maïs, probeer eens met maden, probeer eens met kemp bijvoorbeeld. Al die variaties gedurende een dag kan ervoor zorgen dat je eigenlijk ja, heel de dag beet gaat krijgen. En dat is een hele belangrijke. Blijf variëren, blijf veranderen van aas, ook al krijg je geen beet. Hetzelfde met variëren van stek, wat bedoel ik daarmee? Ik zie bijvoorbeeld heel veel mensen die het eerste uur van de wedstrijd heel veel vis vangen en dan volledig doodvallen. En dat ligt gewoon aan het feit dat je veel te lang op die stek blijft. Er komen veel te veel kerpers op, maar uiteindelijk kan die niet meer bijten. En het feit dat je dan zegt van oké, ik ga eens op 8 meter, ik ga eens op 10 meter, ik kom in de namiddag eens in de margin. Het variëren van die stekken gaat ervoor zorgen dat je gedurende heel de dag veel meer vis zal kunnen blijven vangen. Dus vissen is eigenlijk werken, daar komen we op neer. Ik vind dat wel ja, zeker de kerpervisserij. Omdat het grootste verschil voor mij is tussen de brasem en de kerpervisserij is, bij de brasemvisserij maken we meestal een plekje in de kant, we maken een plekje bijvoorbeeld op 10 meter. En je gaat heel de dag op die plaats blijven voeren om zoveel mogelijk vis naar die ene stek te krijgen. En die brasem ja, die blijft daarop azen. Terwijl een kerper die komt even azen, die is terug weg en die gaat ergens anders terug eten zoeken. Dus die zwemt heel de dag, heel de vijver rond. En dan is het meer de kunst om de vissen die in jouw zone, om het zo te zeggen, zwemmen, om die te kunnen laten bijten. En dat kan je alleen door op verschillende plaatsen, met verschillend aas, heel de dag te proberen. En dat gaat ervoor zorgen dat je veel meer van die vissen die in uw zone passeren, kunt vangen eigenlijk. Zo Glenn, we zijn intussen al gekomen aan onze derde en laatste tip. En die heeft betrekking op het gebruiken van kwalitatief materiaal. Wat bedoel je precies? Ja, bij kwalitatief materiaal bedoel ik vooral ja, materiaal dat echt wel geschikt is om die kerpers te vissen. Want we zien toch wel dat ja, die kerpers wel wat meer kracht hebben dan een brasem, om het zo te zeggen. En daardoor is het belangrijk dat je toch een hengel hebt die wel wat krachten aan kan. Om een voorbeeld, ja, ik ben nu natuurlijk fan van de Matrix hengels, wat logisch is. Daar hebben we bijvoorbeeld Torx serie die van 4 tot 10 meter is. Dat zijn korte hengeltjes om het te zeggen, maar wel heel sterk. En aan een budget dat eigenlijk voor iedereen mogelijk is. We hebben natuurlijk ook high-end hengels om het te zeggen. Tot 13, 16 meter voor die grote wedstrijd te doen. Natuurlijk een ander budget, maar het is ieder wat wils. Maar die hengels bijvoorbeeld van 4 tot 6 meter zijn bijvoorbeeld al perfect om die kerpers te baas te kunnen. Wat voor mij ook heel belangrijk is, is de combinatie van de hengel met een poela-systeem, zoals we hier kunnen zien. Een poela-systeem is eigenlijk een topset waar een gaatje in is achteraan en waar de elastiek in wordt gemonteerd. En dan kunnen we eigenlijk ja, door aan die elastiek zo te trekken en te poelen, om het zo te zeggen, gaan we onze vis veel sneller kunnen drillen. En waarom is dit ook belangrijk? Voor mij is dit ja, ten eerste, er komt veel minder kracht op je hengel. Waardoor je eigenlijk met veel kwalitatievere en lichtere hengels toch die zwaardere kerpers kunt vangen. Maar ook voor de vis is het veel beter als we zien dat we vroeger zonder poela visten en eigenlijk altijd maar trekken. Ja, voor de vis is dat ook niet altijd even gezond. Dus vandaar denk ik dat het poela systeem een mooie innovatie is in de kerperwereld. Anderzijds ja, wat vind ik nog heel belangrijk bij het gebruik van zeggen, kwalitatieve materialen. Een dobbertje voor mij is niet zo belangrijk van ik wil die of die dobber. Dat ga je allemaal in je hengelsportwinkel zeker kunnen vinden. En daar gaan ze je ook natuurlijk perfect kunnen verder helpen om het juiste materiaal te kunnen kopen. Maar iets dat ik nog zeker wil meegeven in verband met materiaal voor mij is eigenlijk ja, hier het haakje. Maar ik vis altijd met onderlijnen en voor mij is onderlijnen voor mezelf dan een must in de kerpervisserij, omdat ik er alleen maar voordelen in zie. Een voorbeeld, ik gebruik als bovenlijn altijd 20 of 23 honderdste en ik pas mijn onderlijn aan de visserij. Dus ik kan eigenlijk op eenders welk moment van mijn visdag, of wat dan uw wedstrijd is of vrije dag, kan ik van dikte van onderlijn aanpassen naarmate ik grotere vis vang, kleinere vis vang. Of bijvoorbeeld een wedstrijd van 20 kilo moet winnen of een wedstrijd van 200 kilo is een enorm verschil in mijn dikte van onderlijn. Hetzelfde met afhankelijk van het woord
soort aas dat ik ga vissen, kan ik natuurlijk kiezen van oh, ik ga toch aanpassen naar een kleinere haak of ik ga toch een grotere haak stellen. En een voorbeeld, heel veel vijvers hebben obstakels waar je aan vasthangt, of is aan de grond of aan stenen of aan takken. Je onderlijntje is afgebroken. Ja, andere mensen moeten een nieuwe lijn stellen. Ik verander gewoon mijn onderlijntje en ik ben terug bezig. Ik heb mijn juiste diepte. Ik ben eigenlijk gewoon terug vlot in mijn wedstrijd bezig. Dus voor mij is onderlijnen een must om te hebben op de kerkregisterij. Zo Glenn, we willen nu eens even kijken eigenlijk of ik mijn lessen goed geleerd heb. Ja, of open, goed he. Geluisterd heb. Houden tip nummer 1, dat was het doelgericht voederen was het. Ja, klopt. Niet voederen in het wild. Nee, ik denk dat dat een heel belangrijke is op die kerpervisserij, om ervoor te zorgen dat je echt wel secuur probeert te vissen en echt op zoek te gaan naar de juiste beet, om het zo te zeggen, en niet 100 vissen op je plaats krijgen en er geen ene kunnen vangen. En op die manier, met de tips die we hebben gegeven, denk ik zeker dat dat gaat lukken. Super. Tip nummer 2, laat eens kijken, was actief vissen. Dus geen luie vissers, daar kwam het op neer. Hè? Nee, inderdaad. Ik denk dat dat nog altijd wel een beetje de visie is dat veel mensen hebben van het vissen, hè, het luie vissen. Maar op dat vlak actief bezig zijn, gaat ervoor zorgen dat we plezier hebben en dat we veel meer vissen in het net gaan krijgen, om het zo te zeggen. En ik denk ook wel, eigenlijk gezegd van het vissen, er zijn heel veel mensen die denken van we zitten op onze bak met een pintje bier en we zitten in het zonnetje. Maar dat is niet de manier waar ik van hou, om het zo te zeggen. Het is echt actief bezig zijn en leuke dagen beleven. Ja, en dan als laatste, de derde tip, was het gebruiken van goed materiaal, kwalitatief materiaal. Ja, ik denk dat dat een heel belangrijke is. Je kunt wel met basic materiaal starten, wat zeker nuttig is. Maar zorg ervoor dat je naar de winkel gaat en dat je een duidelijke uitleg krijgt en dat je toch met iets kwalitatief aan het water kunt zitten. Het zou niet leuk zijn dat je na 1 of 2 keer vissen al ander materiaal moet gaan kopen, omdat er bijvoorbeeld iets van kapot gaat of breuken in je lijnen hebt en zo. En hetzelfde dat je dan een leuke vis aan hebt waar je een leuke foto mee kunt nemen, maar uiteindelijk op het laatste moment een kwijtspeelt omdat je materiaal niet oké was of omdat je draad niet sterk genoeg was. Dus daar denk ik dat het heel belangrijk is om het juiste materiaal aan het water te komen. Oké. Glenn, van harte bedankt voor je 3 houden tips. Dat is heel graag gedaan. Super.